Welkom bij Debunked, waar we stellingen op social media er wel wat opvalt af te dingen gaan bespreken. Laat maar snel beginnen. Mijn stem maakt geen verschil. Stemmen heeft geen enkele zin. Als je niet stemt, dan weet je zeker dat je geen invloed hebt. Maar als je wel stemt, dan heeft het altijd zin. Kijk, ouderen en jongeren stemmen bijvoorbeeld anders. En jongeren gaan ook iets minder stemmen dan ouderen. Als al die jongeren zouden gaan stemmen, meer dan 10% van de stemgerechtigden, dan bepaal je 15, 16 zetels in de Tweede Kamer. Dus jouw stem maakt het verschil. Kijk naar wat wij voor elkaar hebben gekregen. Dankzij al die stemmen op D66 veel meer geld voor onderwijs. We hebben een klimaatakkoord gesloten. Er is een klimaatwet. Jouw stem maakt het verschil. Omdat stemmen uitmaakt. Dus ga stemmen. Stel die belachelijke verkiezingen uit. Het is toch lockdown? Na iedere stem hokjes schoonmaken en alles op 1,5 meter. Stop verkiezingen. Nee, echt niet. Die verkiezingen moeten doorgaan. Dat is ongelooflijk belangrijk. En het kan ook veilig. We doen er alles aan om die verkiezingen corona-proof te laten zijn. 1,5 meter. Schone potloden. Gewoon iedereen houdt zich aan de regels. Het kan echt. We hebben briefstemmen voor ouderen. We hebben extra stemdagen op maandag en dinsdag voor mensen die kwetsbaar zijn. Dus we doen er alles aan. Dus ga stemmen. Het kan. En stel je voor dat een regering zou zeggen, nou nee, we doen die verkiezingen nu niet. Komt ons eigenlijk niet zo goed uit door corona. Dat zou pas echt erg zijn. Briefstemmen is niet fraudeproof, lees ik hier in een tweet. Nou, briefstemmen is niet helemaal nieuw. Mensen in het buitenland die doen al jaren aan briefstemmen. Dat gaat goed. Maar het is wel nieuw dat we het in Nederland voor zo'n grote groep doen. 2,4 miljoen ouderen mogen briefstemmen. Die zijn generiek kwetsbaar voor het coronavirus. Briefstemmen is niet helemaal zonder risico. Dat is waar. Maar tegelijkertijd, je wilt ook niet dat deze mensen allemaal massaal niet zouden gaan stemmen. We hebben het volgens mij goed geregeld met 2 verschillende enveloppen waar je je stembescheiden krijgt. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen kan stemmen. Daarom doen we een briefstemmen, deze keer. Alleen voor 70+, niet voor iedereen. Want er zit een klein risico in, moet ik toegeven. Bij de volgende verkiezingen dient er digitaal gestemd te worden. Ja, klinkt aantrekkelijk, modern. Ja, we zeggen ook wel eens, vroeger was alles beter. Dit potlood, dat is van vroeger. En het is wel beter. Het is de allerveiligste manier om te stemmen. En ik kom wel eens in andere landen, waar ze allemaal gedoe hebben met elektronisch stemmen en digitaal stemmen. En die zijn jaloers op ons. We willen zeker weten dat er geen buitenlandse beïnvloeding is, dat er geen hackers invloed kunnen uitoefenen op de verkiezingen. Dus voorlopig gewoon met papier en potlood. Dat is het allerveiligste. En zolang het digitaal niet veilig kan, denk ik dat we daar gewoon mee door moeten gaan. Zijn we goed voorbereid voor de verkiezingen? Ja, we zijn er klaar voor. Laat ze maar komen. En als ik nog een tip mag geven, we kunnen voor het eerst een vrouw het torentje instemmen. Dus stem op Kaag, de nummer 1 van D66. Dit was weer een aflevering van Debunked. Bedankt voor het kijken. Ik vond het leuk. En ik vraag me af, weet jij al op wie je gaat stemmen en waarom? Laat het ons weten. Ja, dat is wel leuk eigenlijk. Hè? Ja.